Speeldag 6 zit er bijna op van deze Proximus E-Pro League. Maar dan moeten we wel eerst nog kijken naar het duel tussen OH Leuven en Beerschot. Voor Ionel wordt dat zijn tweede partij van vandaag na zijn inhaalwedstrijd tegen Nicom van Gent. En heeft wel wat goed te maken. Ja, die wedstrijd verliep niet helemaal volgens zijn plan, denk ik. Dan verloren van Nicom, eigenlijk vrij kansloos, ook om zo te zeggen. En komt tegen Capitores, ja. We moeten het blijven zeggen, het is een beetje een onfortuinlijke Capitores. Het zit echt wel niet mee. Tot zijn eigen frustratie toe is er vaak net niet bij. Net geen punt, net geen driepunter. Ja, het is... iedere week loopt er wel iets fout. En ja, nu tegen Ionel komen is dan ook niet fijn. Nee, maar ik wil het wel nog eens zien als de Ionel is van daarnet tegen Nicom. Ja, dan gaat hij wel nog zijn tenen mogen uitkuisen. Ja, daar heb je wel echt wel gelijk. Ionel moet zijn niveau dringend opkrikken. Want sinds de eerste twee speeldagen eigenlijk geen drie passes achter elkaar gegeven. Geen vijf goede skill moves. En eigenlijk weinig aanstalten gemaakt op echt een overwinning of zelfs een punt. Dus er moet iets veranderen, want momenteel ziet het er niet goed uit en begint die kloof met de top 8 misschien stilletjes aan wel een beetje te groeien. Ja, enkel Eupen, Waasland-Beveren en dan het trio onderin. Ja, dat zijn de enige ploegen die nog onder Ionel staan. Als Ionel nu zou kunnen winnen, dan komt hij op 9 punten te staan. En dan zit hij terug wat onder de mensen, zullen we maar zeggen. Ja, dan heeft hij 50-50 van de behalen punten behaald. En dat is oké. Ja. Het is natuurlijk ook zijn eerste jaar maar in de E-Pro League. Dus we mogen niet vergeten dat ervaring altijd wel invloed heeft op je prestaties. En ook van thuis uit remote spelen zal niet al te gemakkelijk zijn. Zeker dan met de internetproblemen, dat hij toch een aantal wedstrijden heeft gehad. En ja. Goed, ja. Beide spelers zijn hun ploegopstellingen aan het klaarzetten. En we weten bij Ionel dat dat wel even kan duren. Bij Capitores, die heeft ook meestal een paar plannetjes klaarstaan. Maar goed. Durft meestal iets te behoudend aan de wedstrijd beginnen, om dan in de wedstrijd te merken van als ik toch eens wat meer durf, zit er misschien wel iets in. Maar dan is het kalf meestal al verdronken bij hem. Ja, inderdaad. Of is, heeft het spel zo op zijn mentale gedeelte gespeeld dat hij zo gefrustreerd is dat, dat er ook niets meer lukt. Dus het is inderdaad de bedoeling. Ik heb ook zoiets van, als je na 6 wedstrijden op 0 staat, probeer dan ja, gewoon. Ja, wat heb je te verliezen? Je hebt inderdaad, Matthias, je hebt niets te verliezen. Dus oefen, probeer. Het ding is, het is maar ook door te proberen dat het je uiteindelijk zal lukken. Voilà. Dus... En we merken heel wat spelers die bijvoorbeeld, laten we zeggen, makkelijk 3-0 voorkomen. Ja, die gaan daarna niet tryharden en doorstomen naar 7 of 8-0. Daarna beginnen die toch allemaal nonchalant te spelen en gewoon uit te voetballen. Die gaan niet gewoon verder door op dat elan. Dus ja, je moet gewoon maar proberen. Ja, inderdaad. Doen. Malinov is... voor OH Leuven aan de bal met Vlietink, die nu op de linkerkant staat. Volgens mij staat hij meestal op de rechterkant, als ik me niet vergis. Dus er is een kleine switch gebeurd. Opletten van het paasje hier. Wordt gelezen door Masangu. En Sanyang met de tik terug naar Tissou Dali. Benieuwd wat het gaat geven qua connectie. In het middenveld staat? Als houdende middenvelder precies, Tissou Dali. Ja, klopt. Staat hier naast de Holzhauser. Hè. Borgowski. En Tissou Dali. Als er waren wat skills van Capitores. Ja, ja. Tissou Dali. Eleke. Dat was een beetje vrijheid en dat duurt dan te lang. Nee. Mini staat hier ook vrij laag als spits normaal zijnde. Positief begin wel van Capitores, die aanstalten maakt op toch aanvallen. Ja, van het trio dat helemaal onderin staat met 0 punten, BNB Kaili ging kansloos onderuit. Nico had bijna zijn eerste punt van dit seizoen te pakken. Dat was een prachtig punt voor hem geweest. Hè? Niet gelukt, helemaal in de laatste seconde dan toch nog die tegengoal geslikt. En nu dus Capitores op zoek naar zijn eerste punten. Maar dit is wel een grote kans, zou ik zeggen, voor Maartens. Van Amel komt goed uit.
Oeh, wat doet Capitores hier? Ja, dit zijn van die fouten natuurlijk, ja, die afgestraft worden. Hè. En gaat Ionel dat doen of niet? Altamari, dus de bridge wou ik zeggen. En hij gaat het trappen in de korte hoek. Dat is mooi. Boom, pat, binnen. Ja, je ziet maar die bridge op het juiste moment, die kan zoveel doen. En dan houdt hij de bal nog goed bij. Is Capitores eigenlijk een beetje verloren. Staat daar een beetje te, weet niet goed wat er gaat gebeuren. En dan draait hij goed weg. En dan is het eigenlijk een prachtig schot in die korte winkelhaak eigenlijk. Hè. Dat is onwaarschijnlijk hard en goed binnengetrapt. 1-0 voor OH Leuven in het duel der promovendi. De twee ploegen die dit seizoen opnieuw in 1A zitten. En dus ook nieuw zijn ten opzichte van de vorige edities van de Proximus E-Pro League. En de ene doet het voorlopig wat beter dan de andere. Ook al spelen ze in het echt ietsje beter als in Beerschot. Ook in een wat mindere periode. Ja, een coach ook kwijt natuurlijk nu. Ja. Een vervanger, ja, je wil stilgevonden. Maar ja, hoe snel kan die zijn wil en zijn dingen opleggen aan zo'n groep als je om de 3-4 dagen moet voetballen? Klopt. Holzhauser zit er tussen bij deze aanval. Vorogovski. Ja, moeilijk voor Eleke, denk ik, is het. Of was het Sanyang was het, sorry. Dus nee. Overname Ionel. Met Malinov. Uiteraard. Op de flank Maartens wegsturen. Maartens, goed verdedigd. Ik vind het toch een beetje raar om te zien dat er eigenlijk geen CDM op het veld staat bij Beerschot. Mini, nog een keertje de bridge. Deze keer zit Grissé ertussen. Mini wel nog steeds aan de bal. Opletten geblazen. Tikje terug naar Vlietink. Malinov. Maartens. En zoeken maar bij Ionel. Allemaal aan die linkerkant bij OH Leuven. Snelle balcirculatie. Vlietink, nee. Uiteindelijk toch de verkeerde pas, maar Capitores komt er niet uit. Nee. Maartens. Ja, probeert eigenlijk Capitores tureluurs te draaien. Hè. Ja, maar hij krijgt ook veel ruimte rond die box, omdat Capitores net met zonder twee CDM's eigenlijk speelt met Tissoudali en Rafa in het middenveld, waardoor je, ja, je echt op je defensieve lijn staat. En daar staat niemand meer voor om het te beschermen. Vorogovski. Oh, wat een beweging. Komt er een mooi vervolg of niet voor Capitores? Tissoudali met de tik terug. Ja, dat momentum is inderdaad even weg. Eleke, waarom is niet trappen? Het blok van Jemelka. Denk je dat dat de bedoeling was, die skill? We zullen hem het voordeel van de twijfel geven, zeker. Ja. Altamari. Yep. Geven of niet? Wie is er dan speelbaar? Malinov. Hubert mag ver komen en weet dan even niet wat hij moet doen. Ja, dat was een klein internetprobleempje, zag ik precies. Het vreemde aan Capitores, soms doet hij heel goede dingen. Mm-hmm. En soms doet hij dingen waarvan je denkt, mm-hmm, wat doe je nu, man? Ja. Wat doe je nu? Zoals nu. Dom balverlies, kijk. En de hele boulevard open, de zeespleit open. En dan maakt hij het niet af met Altamari. De verkeerde beslissing van Ionel daar. Gewoon meenemen, verste hoek daar leggen. Dit moet altijd de 2-0 zijn. Ja, 100%. En dit, ja, heeft Ionel wel. Hè. Hij maakt het eigenlijk niet af. Dat had hij tegen Nikom ook, had hij een paar kansen die je echt moet afmaken. En dan is het een hele andere wedstrijd. En nu hou je eigenlijk de mogelijkheid open voor Capitores om terug te komen. Ja, want voorlopig gaan we rusten met een 1-0 stand voor OH Leuven. Weliswaar een hele mooie goal gezien, die van Ionel. Maar het is nog volledig speelbaar. Het is zeker nog volledig speelbaar. Hij moet alleen nog iets. Ja, ik vind het een beetje vreemd, hè, dat hij enkel Massangu daar kunnen we rekenen als een CDM. Maar die zakt zo ver in dat je echt met drie bijna van achter staat. En
Ja, hij probeert en dat moedig ik aan. Zeker als je het al een aantal wedstrijden moeilijk hebt al, maar het lijkt me niet zo beredeneerd. Het is ook een opstelling die ik niet zo vaak zie. Dus ik begrijp niet goed wat hij wil proberen. Maar bon, hij heeft nog 45 minuten om er iets aan te doen. Hij heeft geluk hier dat hij de fout meekrijgt, want anders was het toch maar weer dom balverlies. En ja, inderdaad, kiest niet meteen voor een opstelling die de meesten nemen. Dus wat dat betreft zou hij misschien wel wat coaching kunnen gebruiken om daar wat extra tips bij te krijgen. Ik noem geen namen. We zullen het nummer eens doorspelen. Hubert. Altamari. Maakt gebruik van de ruimte die er is. Ionel. Oh, mooi van die bridge te gebruiken. En dan komen we met de goal. Effectief. Ja, dat is toch echt wel een van de wapens die Ionel heeft, hoor. Op het juiste moment inschatten wanneer hij die bridge moet gebruiken. Ja, dat is... Kunnen we al vintage gebruiken? Vintage Ionel? Goh, ja, het is misschien nog een beetje vroeg, omdat hij al een paar slechte resultaten ook heeft. Maar ja, hij voert er wel heel vaak de forcing mee door. Ja, en het is altijd in die box. Hij komt heel zachtjes aan in die box. Een beetje geruisloos, een beetje schuifelend. En dan bam, vertrekt hij. En dat is zo ontploffen. Mansen kan dat ook echt ineens ontploffen. En dan, dan komt hij alleen voor de goal en nu maakt hij het wel goed af. Ja. Ik vind hem soms nog wat te stroef in zijn opbouw, Ionel. Ja. Maar dat doet hij en leest hij heel goed. Ja, klopt. En dat heeft tot twee keer nu tot een goal geleid. Heeft ook het merendeel van het balbezit. Dus alle cijfertjes in het voordeel van OHA Leuven op dit moment. En het ziet er niet goed uit voor Capi Torres. Nee. Ook hij lijkt de nul te gaan behouden op dit moment. En hier opnieuw vrij. En hier wordt het 3-0. Nee, Van Hamel ertussen. Scheelde opnieuw bijna niet zoveel. Dat heeft hij weer, hè, Jonel. Dit moet eigenlijk altijd 3-0 zijn, maar dat soort dingen maakt hij niet af. Sanyang nu. We zitten aan de overkant. Balletje moet eigenlijk over de lijn gaan voor Capi Torres. En dat gaat nu ook gebeuren. Ja, wat moet hij nu doen? Want... Ja, terwijl jij eventjes kijkt naar de ploegopstellingen, kan ik zeggen dat Ionel wel een opsteker kan gebruiken. Want volgende week mag hij speeldag 7 openen tegen Shadow. Nou. Dus dan ben je maar beter goed voorbereid. Ja, dan ben je beter heel goed voorbereid. Zeker een Shadow die de laatste weken getoond heeft dat hij mentaal ook weerbaar is. Hè? En dat hij tot op het einde doorgaat. En, tegen Shadow, de twee kansen die je hier krijgt en niet afmaakt, die moeten tegen Shadow altijd binnen zijn. Capi Torres kan ook wel een positieve noot gebruiken, want wie wordt zijn tegenstander volgende week? Oh, garme die. Ik weet het niet, zeg maar. Wie volgt hetzelfde pad als Shadow op dit moment? Oh, Zimmet. Oef. Het duel voor de ploeg van het stad. Oh. Dat is een interessante. Ja, nee, mooi, ook geen cadeau. Mooi. Ik heb het gevoel wel dat hij tegen de top 8 moet, zijn eerste 8 wedstrijden, Capi Torres. God, dat is mooi. Mini heeft vertrouwen nu en dat merk je. En Ionel met vertrouwen kan echt wel iets, hoor. Ja, Vlietink, daar is weer de bridge. De snelle voorzet, wou ik zeggen, tot bij El Tamari, maar dat doet hij niet. Nee, het is zoals gezegd, een Ionel met vertrouwen is een plezier om naar te kijken. En die hebben we een beetje gemist. En misschien had hij dit wel nodig. Het is dan alleen jammer voor Capi Torres dat hij het kind van rekening is. Hij stopt duel trouwens volgende week. Racing Genk, Anderlecht. Abdullah Waiz tegen Zak Bentato. Ja, Abdullah die gaat er een week uit geweest zijn. Hè, ja. Met die uitgestelde wedstrijd. Ja. Dat wordt smikkelen en smullen. Kijk ik nu al naar uit. Het is allemaal toekomstmuziek. Eerst kijken nog naar deze laatste wedstrijd van speeldag 6, de Norre. Het ziet er goed uit voor Ionel op dit moment. Nog 20 minuutjes moet hij overleven. We weten wel dat Capi Torres, als hij naar zijn aanvallende of ultra-aanvallende ploeg gaat, kan hij wel echt wel drukken en het de tegenstander even moeilijk maken. Maar ja, hij zit dan telkens in een slechte positie. Altamari. Malinov.
ziet de opening tot bij Mini. En dan gaat hij nog eens de pauzeknop induwen. Gaat hij nog wat gaan aanpassen zometeen. Altamari had hem kunnen steken naar Maartens. Bijs nu. Moet hem lateraal geven, want anders stond Mini buitenspel. Ja, nu niet meer, nu niet meer. Maar het is op het juiste moment dat hij moet proberen passen. Capitores probeert wel die voorhoede in de buitenspelpositie te plaatsen. Ja. Ja, de tijd tikt weg hoor, Thijs. Het is allemaal in het nadeel van Capitores. Maartens nu. Oh, dat is mooi. Kijk eens aan. Oh, wow. Oh, la la la. Gallery play op zijn Ionels. Mini nu. Nog eens Mini. Hoho, Mini. Gaat hij het afmaken zelf? De tik naar Altamari. En wat gaat er gebeuren? Oh, te veel dan. Te veel willen doen. Te veel hooi op het vork nemen. En dan wordt er nog een vrije trap toegestaan. Foutje. En dat was wel degelijk een vuile tackle. Dus Capitores, nu kan hij dan wel toch even zijn ploeg aanpassen. Kijk eens, wat een aanvallend ingestelde ploeg nogthans. Ja, hij moet wel als hij ook maar een doelpunt wil maken. Maar Ionel speelt indrukwekkend. En het ligt hem misschien ook beter. Een tegenstander die zich vooral ingraaft en dan aanvallend eigenlijk weinig kan. Dus misschien gaat hij vooral zijn punten pakken tegen degene die onder de top 8 staan. Maar... het is wel goed voor zijn zelfvertrouwen, denk ik, dat hij volgende week tegen Shadow met iets meer vertrouwen die wedstrijd kan aanvangen. En dat hij wel doorheeft van, als het internet goed loopt, dat hij eigenlijk wel kan spelen. De ultra-aanvallende tactiek zit er wel nu aan te komen voor Capitores. Yep. Alles of niets in die laatste, ruim genomen, 10 minuten. Ja. Tijd is heel beperkt. Maar gaat wel degelijk naar die ultra-aanvallende opstelling gaan nu. Ja, niet twijfelen. Alles naar voren gooien. Ja. Vind ik ook veel fijner dan jongens die alles dichtgooien. Ik zie graag free-flowing voetbal. Free-flowing FIFA beter. Mini, gaat hij hem trappen of niet? Ja, ik weet niet wat er gaat. Gaat iets speciaal proberen. Ja. We kijken het hier wat hij gaat doen. Wordt er getrapt? Het lijkt toch zo dat hij gaat trappen tegen de paal. Bijna 3-0. En nu Capitores naar voren. Mooie, ja. Nee, dat wordt makkelijk te verdedigen voor Jemelka. Maar dan draait hij opnieuw naar de verkeerde kant. Bruno. Minuut 85 komt eraan, maar hij komt er niet door. Nee, Hubert. Bal wel. Slecht paasje, Koulibaly. Bruno, het is de moment, Capitores. Het is de moment om te scoren. Nee. Dat is makkelijk voor Romo om weg te boksen. Malinov vindt Schrijvers, die er is opgekomen onder meer. En Malinov tot bij Maartens. Capitores gaat nog eens op de pauzeknop drukken. Maartens nu moet wachten op het juiste moment om die bal te geven. Moet het ook uitspelen voor Rogowski met de tackle. En Thomas Rie, die er is opgekomen, komt niet aan de bal. En dan nu, 89ste minuut, komt er nog een e-redder voor Capitores of niet? Want ik vrees dat het niet meer dan een e-redder gaat zijn. Ik vrees er ook voor. Maar het zal zelfs eerder nog 3-0 worden. Hier is Schrijvers die gaat scoren. Schrijvers gaat het nog op een speciale manier willen doen. Te speciaal. En gaat hij er toch nog in of niet? Wat is met dat allemaal, Thijs? Ja, dit. En Van Hamel maar rennen. Hier is nog een Schrijvers, nog een keertje. Oh. Ho, ho, ho. 3-0. Ja. Hey, hallo. Hij speelt er wat mee. Ja, er kan een lachje vanaf. Dit is even met de spierballen rollen, mooi zeggen. En dan doet hij een Balotellieke. Schitterend. Mooi, leuk. Ja, misschien uit respect voor de tegenstander moet hij dat misschien wat sneller afwerken en gewoon simpel doen. Maar dit is een Ionel met vertrouwen. Een Ionel die dit spel heel graag speelt. En dat is een Ionel die wij ook graag zien. Oh, en hopelijk zien we dezelfde Ionel volgende week terug. Tegen Shadow, maar hier is het afgelopen. OH Leuven wint zijn wedstrijd voor speeldag 6 tegen Capitores en Beerschot. En ja, bij al die jongens die zo weinig punten hebben, is het telkens dezelfde blik die terugkeert. De blik van de wanhoop eigenlijk. Een beetje wel, hè. Zeker Nico, die was er vandaag heel dichtbij. En dan is het nog zo zuur. Capitores.
die moet toch wel iets, die moet toch beginnen beseffen dat hij eigenlijk heel weinig aanstalten maakt. Klopt, en zo hebben we dus alle resultaten voor vandaag binnen. Zometeen overlopen we ook nog eens het klassement en ook die resultaten. En ja, Thijs, welk resultaat springt er voor jou uit? Voor mij persoonlijk de eerste wedstrijd vandaag, die tussen Quentin en Standaard. We zullen ze eerst even overlopen. Dus Shadow in Extremis gewonnen met 3-4 in een spektakelstuk tegen Quentin van Club Brugge. Zak Bentato in Anderlecht en Nikon van Agent hielden het op een 1-1 gelijk spel. Dat was ook zo in Kortrijk tegen Charleroi. Antwerp-Waasland-Beveren, knappe, overtuigende zege van Zimmet. Rego die in de dying seconds het haalde van Eupen. Dat was ook wel een ophefmakende zege. Zulte Waregem speelde met Oostende het kat-en-muisspel 5-0. En Zeror, ook hij pas in de dying seconds, wist zich te ontdoen van Nico. En uiteindelijk sloten we af met een 3-0 zege voor Ionel tegenover Beerschot. Ja, wat me vooral is opgevallen is die 4-6 voor Gent. Dat zijn 4 gouden punten voor Nico. Maar ook 2 overtuigende overwinningen voor 1 Zimmet langs de ene kant, die echt indrukwekkend speelt de laatste week en eigenlijk iedere week beter wordt. En dan Geoffrey Mégou, die zich niet heeft laten vangen aan B&B Kylie en gewoon 5 doelpunten heeft gemaakt en een van de grootste overwinningen van het seizoen geboekt heeft. Ja. Maar het waren heel veel spannende wedstrijden met last-minute goals. Suspense hebben we wel gekregen vandaag. Ja, inderdaad. En het is toch altijd een beetje op het voorste van je stoel zitten. Iedere wedstrijd opnieuw. Het is nooit gedaan. Bepaalde spelers, zoals een Rego, daar ben je nooit klaar mee. Nee. Die doet het liefst in de laatste 10 minuten. Dan doet hij maar wat. Ja. Maar dan wordt hij heel sterk. Maar ook Club Brugge Standaard was een indrukwekkende wedstrijd. Het klassement tot nu toe. En dat betekent dat we na 6 speeldagen 1 leider hebben op dit moment met 16 punten. Is dat Geoffrey Mégou van Zulte Waregem in zijn kielzog op 1 puntje volgt Zeror van STVV. Dan hebben we Mansen met Kortrijk 14 punten. En dan gaan we naar de top 4 met Anderlecht en Charleroi die de gedeelde 4e plaats hebben. Dan hebben we Antwerp, Standaard en Club Brugge die de top 8 vervolledigen. Rego zit wel aan die top 8 deur te bonken. Daar komt nu ook stilaan Ionel bij en ook Nikom. Die staan er nog wel in de rechterkolom van het klassement. En opletten natuurlijk, want Abdullah Waïs heeft nog een wedstrijd te goed tegen Miran. Beide hebben 7 punten. Komt daar een winnaar uit, dan is dat ook weer een extra pion die mee probeert te dingen naar die top 8. En dan verder hebben we nog Sven Roosted van Eupen met 5 punten, Jelle Maas van Waasland-Beveren met 1 puntje en troosteloos op die gedeelde laatste plaats Beerschot, Cercle Brugge en Oostende. Ja, en dat vrees ik als je naar het speelschema van volgende week kijkt, dan gaat dat nog even zo blijven. Ook goed. Ja, dan is het gewoon de klok erop zetten en aftellen naar volgende week voor een nieuwe speeldag van de Proximus E-Pro League. Dit was speeldag 6. Volgende week de volgende speeldag met Thijs en met ikzelf. En tot een volgende afspraak bij Eleven Sports. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. We'll be right back.